zien elkaar meer dan onze vriendin en vrouw. Ja, het is gewoon puur zakelijk. We houden nog steeds van elkaar. We zijn niet meer verliefd. Waar veel beachvolleybalduo's continu roleren van partner, speelt het duo Brouwer-Meeuwsen inmiddels al 13 jaar samen. En als het even niet loopt om met de volgende te gaan. Het scheidingspercentage ligt heel hoog. Ja. En werden 10 jaar geleden als broekies wereldkampioen. Wat is het geheim achter dit gouden duo? Dit is het verhaal van Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen op weg naar Parijs. Je bepaalt zelf of je al gaat springen of nog uitstand. Je krijgt een bal van Reinder, die vol jij aan. Daarna roept een bal van mij. Ja. Nou, welkom op onze thuisbasis Sportcampus Zuiderpark. In Den Haag. In Den Haag, de plek waar wij elke dag lekker trainen. Mooi park hier. Ja, nu buiten. Het is wel lekker dat het nog even kan. Najaar, hè? Na zomer, of is het al herfst? Weet ik eigenlijk niet. Nog even niet. Morgen vertrekken we weer op toernooi. Dus dat is ons leven, een rondreizend circus met af en toe even hier op de sportcampus, maar over het algemeen veel in het buitenland. Dan reizen we de hele wereld over. Komende week in Parijs een toernooi, week daarna Mexico. Dus... WK. De eerste keer dat ik Robert zag. Ik was zelf 19 toen ik vanuit Groningen deze kant op verhuisde voor het beachvolleybal. Maar dat is een jaar 14 geleden. En wij spelen inmiddels 13 jaar samen. Dus ja, binnen een jaartje... Sloeg de vonk over. Die vonk is al even weg nu, hè? Ja, we zijn gewoon getrouwd nu. Af en toe lukt het om een seizoen weer een beetje het vlammetje aan te wakkeren, maar dan is het daarna ook heel snel. Ja, dat zeggen we ook altijd van. We zien elkaar meer dan onze vriendin en vrouw, dus wat dat betreft voelt het af en toe wel zo. Maar nog steeds wel leuk. Ja, het is gewoon puur zakelijk. We houden nog steeds van elkaar. We zijn niet meer verliefd. Mijn partner in crime, Robert Meeuwsen, is een redelijk gedisciplineerde, af en toe hardwerkende beachvolleyballer. Vroeger zei hij nog wel hardwerkend. Ja, hij is een klein beetje zijn passie voor beachvolleybal verloren. Het is iets zakelijker geworden. Zeker sinds zijn nieuwe hobby golf, waar hij zich wat meer in verliest. Maar nog steeds weet hij wel wanneer hij er moet staan als het gaat om beachvolleybal. Ik vind dat we elkaar mooi aanvullen in de zin van ik ben iets meer de vlierenfluiter en qua aandacht. Mag jij dat weer wat vertellen? Oh ja, dat mag jij zo vertellen. Maar, en dan koppel ik dat nu meteen bruggetje naar Robert. Robert is wat, die heeft het allemaal wat helderder, wat duidelijker, komt afspraken na, maar neemt het initiatief voor het maken van afspraken. Dus dat zorgt voor een duidelijke lijn en visie voor ons team. Een perfect huwelijk. Ja. Ja, Alex, de niet hardwerkende, niet gemotiveerde van de twee. Die inmiddels wat harder gaat werken en gemotiveerder is. Ja, we vinden elkaar nu We beginnen met te levelen door de jaren heen. Leren we ook van elkaar? Ja, zeker. Nee, maar ik denk wel, als je iets goed kan omschrijven, is het wel dat we echt als twee uitersten zijn begonnen. En daarin zowel in af en toe wat veel positieve dingen en een paar minder positieve dingen naar elkaar toe zijn gegroeid. En ik denk dat we daar veel van elkaar van leren ook. Ja, want jullie werden, was het je eerste jaar al meteen wereldkampioen of een van de eerste jaren? Ja, ons eerste WK. Nou, 10 jaar geleden. Ja. Dus is 10 jaar geleden? Ja, 2013. Het laatste kwam het langs, ja. Jubileum. Ja. Dus het wordt wel weer een keer tijd. Ja, precies. Daarom dachten we nu 10 jaar verder. Weer een WK. Aanval voor de Nederlanders. Daar is de beslissing. Het vuurwerk knalt door het stadion. Een Nederlands duo, Alexander Brouwer en Robert Meeuws, is wereldkampioen beachvolleybal. Voor het eerst in de geschiedenis. Een enorme verrassing. It's the best feeling ever. Dream coming true. Ja, vooral dat we gewoon twee broekjes waren en geen flauw idee hadden. Gewoon leuk om een WK te spelen. Ik weet nog vooral dat we het heel spannend vonden om de achtste finale te spelen. En omdat dat was richting ons doel. En daarna waren we vijfde, toen was alles prima. En was van, we zien wel verder. En onze coach zat alleen maar op ons. Nee jongens, door.
En wij zaten maar lachen, kwartfinale, weer vervolgens lachen, halve lachen, finale. En volgens mij stonden wij alleen maar een beetje te lachen in het veld. En de tegenstanders die waren allemaal heel gefocust. We staan in de halve finale van het WK. En wij hadden dat gewoon echt niet eens door op het moment. Dat werkte heel goed, ja. Rob naar Jor. En dan ik naar Stef. Rob naar Stef, ik weer naar Jor. Dat zei je toch? Als de overkant maar 4 en 4 krijgt. Is dat niet dan heel lastig dat je je allereerste jaar wereldkampioen wordt? Ja, nou, op zich ook wel lekker hoor, dat hij al op je cv staat, wat dat betreft. Aan de ene kant pakken ze die niet meer van je af. Maar het is ook wel, ja, daardoor ontkom je er niet meer aan dat waar je ook speelt of waar je ook verschijnt, dat je met hoge verwachtingen bij jezelf, maar ook vanuit je omgeving. En dat was het eerste jaar daarna, denk ik, te veel wennen voor ons. En toen, ja, als je dan als broekje denkt van, oh, we hebben die wereldtitel al misschien iets te veel achterover gaan leunen. Ja, en toen een best wel slecht seizoen gehad in 2014. Ja, en toen wel echt bij elkaar gezeten van, oké, dit schiet echt niet op. En winter echt wel hard getraind om die curve weer naar boven om te draaien. En toen 15 en 16 echt wel goede jaren gedraaid. Met onze eerste Olympische Spelen in Rio natuurlijk als doel voor ogen. Dat vond ik wel mooi dat met onze bondscoach toen, Gijs Ronnes. En jij ook heel erg. Natuurlijk, ik ging daarin mee, helemaal van medaille halen daar. Ik hou iets minder van die resultaatdoelen, zo keihard stellen. Maar dat heeft uiteindelijk er wel voor gezorgd, denk ik, dat we die medaille in Rio, die Olympische medaille, hebben gewonnen. Ja. Toen we die halve finale verloren, toen, zoals wij dat wel zeggen, toen checkte ik er redelijk uit. Toen was ik echt best wel klaar mee. Gelukkig hadden we er even tussen, maar toen, met dat doel wat we hadden gesteld, we kunnen nog steeds het doel halen, we kunnen nog steeds een medaille winnen. Nou, daar hebben Gijs en Robert toen echt wel let's go, dan gaan we die medaille pakken ook. Ja. Want waar het van nature meer was dat ik altijd degene ben die lange baalt en het lange duurt, zodat ik daar overheen kan stappen, was het nu echt compleet andersom. Dat ik nog steeds dacht van ik bouw enorm dat we dit verloren hebben, maar we staan hier dit toernooi veel te goed te spelen om hier morgen vierde te worden. Dus wat dat betreft, ik zat in die bus terug en toen had de energie van, nou, geef die wedstrijd nu maar vast, want die medaille gaan wij winnen. Er zijn zoveel wisselingen. Het is echt bijna een trend gewoon van als Stefan niet loopt om met de volgende te gaan spelen. Scheidingspercentage ligt heel hoog. Ja, dat is echt, dat zie je echt heel veel. Heel veel mensen die gewoon 2 jaar, 3 jaar richting Olympisch spelen, klaar en dan weer met de volgende. Of het loopt even niet, hop, klaar en dan met iemand anders. En elke keer de honeymoon phase in. Wat je gewoon ook wel vaak goed ziet werken, hoor, maar op lange termijn gewoon iets minder. Ja, plus zoals die Spanjaarden, die hebben niet heel veel andere keus. Die zijn echt op elkaar geweest, want er zijn niet veel andere Spaanse beachvolleyballers. Maar ja, wij hebben hier een selectie eigenlijk al 10 jaar lang om ons heen lopen met echt heel veel topatleten. Toch elke keer, ook in mindere jaren, wel de keuze gemaakt van de verleiding kunnen we staan. Ja. Af en toe een toernooitje af en toe, een keer met een ander. Als ik een keer geblesseerd en dan vond Alex het heel leuk om er met een ander vandoor te gaan. Ja. Maar hij kwam wel weer terug. Tuurlijk. Eén nog naar Stef. Maar het is wel vaak in dit soort interviews dat we het erover hebben. Het is niet dat wij op de hotelkamer van... Of onze relatie gaan. Goh, 13 jaar, hè? Geniet jij daar nou ook zo van? Fijn dat ik nog steeds bij jou mag slapen op de kamer. Maar het is wel... We hadden laatst die trainingsstage dan in Oostenrijk. En gelukkig haalde je mij last minute over om toch bij jou in het appartement. Ik wist hier gewoon te veel. Maar ook omdat je bent ook wel een beetje aan elkaar gewend qua, met die andere gastjongen, die maken dan echt een zooi op de kamer. Ik zal geen namen noemen, maar... Echt, of die doen echt geen sikke pit in het huishouden, weet je wel. Dus ja, en wij weten wel gewoon, oké, weet je wel, ik kook even, Robbie wast af en zet even de koffie. Die weet gewoon dat er dan lekkere koffie komt, dus dat was eigenlijk wel een goede reden om naar me toe te komen. Ja. Jezus, echt wel echt getrouwd stel. Zo. Ja. Nou, het is te gek. Kijk, we hebben dus een Rio Olympische Spelen gehad in
Tokio, ja, allemaal echt een kleerdrein ver weg. En nu Parijs om de hoek. Ja. Tokio is ook nog zonder mensen. Dus nu echt om de hoek. Vrienden, familie kunnen daar dan bij zijn. Dat is echt wel... Die zijn nu alles al aan het plannen. Ik zeg altijd, ja, we weten niet eens of we ons kwalificeren. Maar heel veel toernooi spelen nog. Dus wat dat betreft, zijn al die elite toernooien. Daar kunnen we de meeste punten verdienen. Ja. Ik ben er eigenlijk niet zo zelf niet heel erg mee bezig met het kwalificeren. Maar ik zie het meer als een gevolg van als we goed spelen, dan halen we het toch wel. Nou, ik vind bijvoorbeeld, als je gewoon puur kijkt qua beachvolleyballen, dat we, weet je wel, wat voor toernooi we ook hebben gehad of zo, dat we in al die jaren elke keer wel weer voor elkaar kregen om ergens weer een piek of een... Of het nou op de world ranking of voor een medaille of voor een... dat is echt wel uniek. En dat klinkt een beetje zakelijk, maar ja, uiteindelijk doen we het voor het beachvolleyballen. Ja, dat vind ik aan ons team wel echt mooi. Dat wat er ook gebeurt, dat we uiteindelijk elke keer weer wel weer die stijgende lijn erin hebben weten te krijgen. Vond je deze video leuk? En ben je benieuwd naar andere verhalen van onze topsporters op weg naar Parijs? Abonneer je snel en mis niks van Team NL. Later.